Je gaat voor het eerst 4 jaar weer een film maken, Deal. Kun je al iets over deze film vertellen? Ik werd op een gegeven moment benaderd door mensen van CineCrowd, het crowdfunding systeem. Ik kende dat helemaal niet. Ik had er net van gehoord van Dagblad de Pers, die interviewde mij erover. Het leek mij wel een leuke manier om korte films op die manier te doen. En toen belden ze me op, zei van leuk dat je dat gezegd hebt over ons initiatief. En heb je zelf niet een film die bij ons op de site kan om gecrowdfund te worden? En toen ben ik wat gaan schrijven. Gewoon een heel simpel soort, niet een één actor, maar wel met 2 acteurs. Een romantische komedie. En op de site gezet. En wat ik op een gegeven moment kreeg wel zin om weer te filmen. Dat is voor mij 4 jaar geleden. Wat moeten mensen ervoor doen en wat krijgen ze ervoor terug? Ja, het is van alles. Ik bedoel, voor grote bedragen, het allergrootste bedrag is €10.000. Dan kan je voor je bedrijf kan je de voorpremière kopen. Mag er geen pers bij zijn, maar voor je personeel, weet je. In plaats van paintball schieten of een uitje naar Valkenburg. Of mensen kunnen bijvoorbeeld voor een tientje mogen ze de film streamen, heet dat geloof ik. Ik weet nooit dat soort dingen. En voor €50 dan krijgen ze, wordt ze uitgenodigd op de première. En met een feest erachteraan. Bijvoorbeeld dat soort dingen zijn er. Denk je dat deze manier van financieren in de toekomst een grotere rol gaat spelen? Ja, ik kan dat heel moeilijk inschatten. Ik denk voorlopig is het alleen voor kleine projecten. Die bijna hobbymatig gemaakt worden. Zoals mijn film die ik nu wil gaan doen. En die in Utrecht dan weliswaar in de première gaat. Maar het is in feite, niemand verdient daar wat aan. En het gaat ook niet groot in de roulatie. Maar het kan niet, zeg maar, tot... Voorlopig kan dat niet, zeg maar, de normale financiering vervangen, want films kosten gewoon 1,5 miljoen of zo, weet je. En op hoeveel staat de teller nu? Dat ligt aan wanneer je het uitzendt. We hebben een heleboel toezeggingen ook nog. De teller, ik verwacht dat die nu rond het weekend, want dit weekend op de 5.000 ongeveer gaat staan. Dat is een kwart. Dat is een kwart van de tijd, een kwart van het geld, of nog geen kwart van de tijd. Maar dat moet een beetje, het tempo moet er een beetje in, vind ik. Het moet een beetje meer reclame maken. Ja, god, of je hebt subsidie, of je doet het zo, of je bent miljonair om een film te maken. Nou, dan die eerste 2 dingen wil ik wel pogen, de derde ben ik niet. Ik wil gewoon graag een film maken en ik denk dat het een hele leuke film wordt. En ik heb wel de hele tijd niet gefilmd, dus ik heb heel veel inspiratie opgeslagen. En dat moet in 1 explosie, moet dat eruit in een hele grappige, aandoenlijke, zwarte komedie over mannen en vrouwen.